Van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd met je zetel in de Tweede Kamer. Allereerst natuurlijk van harte gefeliciteerd dat je in de Tweede Kamer komt. Ontzettend leuk dat je deze stap gaat zetten voor de komende jaar. Gefeliciteerd, je bent Kamerlid geworden. Mijn hartelijke gelukwensen met jullie verkiezing. Fantastisch. Dan nog een paar tips die ik je graag wil meegeven. Laat je niet gek maken door de dynamiek van de politiek. Blijf bij jezelf, bij de stijl die bij je past. En betrek bij je afwegingen de mensen uit de praktijk. Zij weten precies waar het pijn doet. Zij weten heel goed hoe het anders kan, beter kan. Dus betrek ze erbij. De portefeuilleverdeling gaat heel snel beginnen. Na jullie beëdiging. Nou, zorg ervoor dat je toch sterk staat in de portefeuille die je graag wil hebben. Inhoud doet ertoe. Wees dus iedere dag goed voorbereid. Kies je woorden zorgvuldig. Ze hebben impact. Zo kun je als Kamerlid het verschil maken in het leven van mensen. Ga niet over je eigen grenzen heen. Je komt soms in zulk woelig water terecht dat je soms een stap moet zetten die je eigenlijk niet wilt zetten, blijf dan bij jezelf en ga niet over je eigen grenzen heen. Je hebt waarschijnlijk al gezien dat het een ontzettend drukke baan is. De agenda van de Kamer is overvol en je moet oppassen dat de agenda niet jouw agenda gaat overnemen. Bepaal van tevoren heel goed wat ga je doen de komende 4 jaar. Het is Den Haag, dus heel misschien is het ook wel korter dan 4 jaar. Dus kies profiel. Wat ga jij doen? En als jij weet wat jij gaat doen, dan kan jij de regie pakken over de agenda. Volg je de agenda, dan word je overlopen, krijg je geen profiel. Dus pak je aandachtspunten en zet daarop in. Niet alles een beetje, maar een paar punten echt profiel opmaken. Er is wel kritiek waar je heel veel aan hebt. En dat is kritiek van mensen die je wel respecteert en mensen die van je houden. Doet soms ook pijn, maar die kritiek, ja, daar heb je wat aan, want daar word je sterker van. Dus kou daarop, denk erover na, schuif het niet zomaar terzijde, want omdat je niet van kritiek houdt. Als je in het vak zit, moet je namelijk tegen kritiek kunnen. En dat is zinnige kritiek. Je hebt een controlerende functie en dat betekent dat je onafhankelijk eigenlijk moet staan van de regering. Het zal moeilijk zijn, maar probeer toch zo onafhankelijk mogelijk te zijn. En ja, fractiediscipline is zwaar, maar als je hele goede argumenten hebt, dan kom je er wel uit. Zoek een maatje. Zoek iemand die je echt volledig kan vertrouwen, dat je af en toe kan sparren. Wat gebeurt er hier nou en wat is slim om de volgende set te doen? En soms is dat iemand in je eigen fractie, maar soms kan het ook prima iemand zijn uit een andere fractie die je op je portefeuille heel veel tegenkomt. En als laatste, niemand, maar dan ook niemand in de Kamer dwingt je om je idealen los te laten. Laat dus niet los, houd vol. Soms is het een grote stap die je kan zetten, soms zijn het kleine stappen, maar je komt er wel. Je staat voor grote uitdagingen. Ik wens je heel veel succes en wijsheid toe. Geniet van deze tijd en maak er een ontzettend mooie 4 jaar van. Heel veel succes. Ik wens jullie heel veel succes en ik ga echt jullie de komende jaren volgen. Dus, ga ervoor en veel succes. Heel veel succes de komende tijd. Ik wens je heel veel succes, heel veel sterkte en vooral heel veel moed. Want dat vergt het nogal als je volksvertegenwoordiger wordt en met je kop in de wind gaat staan. Dat is vreselijk leuk en zoals ze bij L'Oréal zeggen, it's worth it.